Goedemorgen, vandaag is het mijn moeders verjaardag, toch Tess? Ja! Dan gaan we eerst lekker even Alice uitlaten, toch Alice? Ja hè. Dus dan gaan we even lekker lopen en dan worden we gezellig. Kom op, Alice. Het is hier helemaal versierd voor Rebecca. Vanwege ze... Nee, ik kan natuurlijk de leeftijd niet zeggen, maar ze is wel jarig. Toch Tess? Ja. We hebben hier helemaal versierd. Nou, ik kom er bijna bij. Ah, bijna. Probeer het nog een keer. Ja! High five. En we gaan zo even weer naar de yoga om de kinder- en ouder yoga op te nemen. Want dat moeten we nog wel even doen. En mama, haar stoel is versierd. Kijk. En mama, de stoel is natuurlijk versierd. En kijk, we hebben een spelletje bedacht. Ik eigenlijk zoek de hamsters, maar het is best makkelijk. Net nou in. Wat maakt het nou uit? Daar is er één. En hier is er ook één. Dat is echt een moeilijke. Ja, ik ben benieuwd of ze en, allemaal gaat vinden. Nou ma, ben je vandaag jarig? Ja, inderdaad. Nou, hoe vind je dat? Jarig. Jarigachtig? Jarigachtig. Nou, wat gaan we dan nu doen? We gaan naar de ouder- en kindyoga en jij gaat filmen. Alleen ben je eigenlijk een beetje stiekem een beetje jaloers op Tessa, want je had ook wel mee willen doen. Ja, dat klopt. Ik had wel erg graag... Ja, ik ga met mama meedoen. Dat klopt. Je weet nu helemaal niet wat je filmt. Ja, maakt het niet uit. Goed idee. Straks zit je de hoofdsteunen te filmen. Nou, dat is toch ook leuk om te zien, hoofdsteunen. Weet je ook hoe dat eruit ziet? Ja, dat is waar. Dus we zien jullie zo bij de yoga. De wielen van de bus gaan. Rond en rond. Rond en rond. Rond en rond. De wielen van de bus gaan. Rond en rond. Zodat de bus gaat rijden. Wacht. Wacht. Hup. Het is wacht. Ga maar. Alice! Nou, dan ga ik even toch met Alice lopen. Zo, wat een mooie hond. Ik vind het nou echt een hele mooie hond hoor. Misschien komt dat ze ook al goed verzorgd wordt en zo. Ik ga er nu even lekker lang met haar lopen. Ik zou nog wel wat stukjes filmen. Want dat is wel leuk dat ze als een kangaroo gaat rondspringen. Dat is wel leuk. Ze zal ook nog een stukje rennen. En voor de rest, we zijn nog wel bij Lijf geweest. Ik heb daar nog niet. Ik heb nog wel een klein beetje gefilmd. Maar dat is niks. Dus ik laat wel wat beelden zien gewoon van, van de opnames zelf. Dat is wel leuk. En ja, ik ga nu even met de lopen. Dat wordt heel leuk. Ben ik weer. Ik loop inderdaad alweer buiten. Het is alleen heel wat uurtjes later, een stuk of 6 uur. Ik heb een beetje hard doorgewerkt met die video's maken. Alleen ik heb er nu gewoon, niet zo heel veel gevlogd vanwege het gewoon niet interessant is, denk ik, vind ik zelf. Dus het is een korte vlog, ook al is het maand verjaardag. En ja, ik kan daar niet zo heel veel aan doen dat het een korte vlog is. Ik blijf uit de wind zwemmen. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat vooral een blauw duimpje achter en klik even op abonneren. En ik zie je misschien wel de volgende keer weer.